Ja, Leo. En? Springer? Nee, dan zou je nog leven, want die boom heeft zijn val gebroken. Oh. Dat is minstens 4 verdiepingen hoog. Ja, maar vanin, deze mens is niet gestorven ten gevolge van die val. Maar wat dan wel? Ik zal u dat laten zien. Ik had het al gezien van toen hij nog in de boom hing. En welk kaliber denk je? Hagel. En van dichtbij afgevuurd. Dus we zoeken een jachtgeweer? Zoiets, ja. Wanneer heeft dat meisje de 100 opgebeld? 12:30, zoiets. Dus we zoeken een moordenaar die op klaarlichte dag in een appartement met een jachtgeweer iemand neerschiet. Je moet maar durven. Hè. Dank, Leo. Yep. Alsjeblieft iemand hiernaast dat kabaal gaan afzetten, want... Ik zou wel gaan. Ze is dat gewoon. Ze woont boven iemand die een drumstel heeft. Ze had haar dat niet gezegd toen ze haar huurcontract ondertekende. En hoe weet jij dat misschien? Ja, ze heeft me dat verteld. We zijn gisteren iets klein gaan drinken samen. Ah, eindelijk. Bon, wat weten we al? Juri Corneels, 29 jaar, werkt in het slachthuis West Flanders Meat Group hier in Brugge. Geen sporen van inbraak? Zeg, en die balkondeur die stond open? Ja. Dus waarschijnlijk moet Corneels daar ergens gestaan hebben toen hij werd neergeschoten. Ja, met zijn rug naar de schutter. Misschien wilde hij vluchten. Ja. En door de inslag van de hagel is hij dan over de balustrade gevlogen. Geen lege huls gevonden? Nee. Hm. Het ziet er niet uit als roofmoord, hè? Maar had die vent een vrouw, een vriendin? Niets gevonden dat daarop wijst. Oh, het is niet waar. Jongens, misschien is het gewoon een uit de hand gelopen ruzie, hè? Geen sporen van geweld. Dus eigenlijk weten we niks? Nee, eigenlijk niet. Jullie zoeken niet verder. Ik wil weten wat ze tegenwoordig voor een half varken vragen. Kom. Ik zeg u dat die dieren hier op een beestachtige manier worden behandeld. 1 op de 10 koeien wordt niet of nauwelijks verdoofd. Dat kan toch niet? Stop terreur nu! Francis Steegmans? Politiezeger. Hoofdinspecteur. Met een bureau van achter. Had ik juist een paar dagen verlof genomen, staan die klootzakken van het APF weer voor van boord. Het is hier altijd wat. Zeg, een APF, hè? Waar staat er eigenlijk voor? Animal Protection Front. Ben de groene idioten. Hey, je ziet toch zelf dat wij hier niks illegaals doen? Ja, er gaan een paar beesten dood. Hoe denkt je anders dat die stek op je bord komt? Bo, we zullen nog maar eens klachten indienen, zeker, hè? Meneer Steegmans, u vergist zich, hoor. Dat is een misverstand, hè. Wij zijn hier niet voor de betogers, hè. Wij zijn van de LOD. Lotbegaan? Ja. Ik vrees dat wij slecht nieuws hebben voor u, hè. Een van uw arbeiders is vanmorgen gevonden, vermoord. Juri Corneels. De Juri? Godverdomme. Ja. Wanneer hebt u hem eigenlijk voor het laatst gezien? Oh, dat weet ik niet. Ik heb wel gehoord dat hem het hier gisteren is afgetrapt. Wat is er dan gebeurd? Ik was er niet bij, hè, maar... Nat Gent heeft hem zijn slagersmes op zijn gesmeten en is hij naar buiten gelopen. Ineens, zonder zijn lokken leeg te maken of iets. En u weet niet waarom? Nee. Ja, het is te zeggen. Ik wist wel dat je hier niet met zijn volle goesting werkte, hè. Luistert, je begint niet te slachten omdat je dat plezant vindt, hè. Ja, soms zijn er mensen voor wie dat gewoon echt niet gaat. Mm-hmm. En dat jullie persoonlijke problemen waar u weet van had? Jongen, ik stel geen vragen, want het antwoord kan me toch geen klote schelen. Wow, u sprak over een lokker die hij niet leeggemaakt had. Zouden we die even kunnen zien?
Jodel, volg maar. Ja, doe dat maar. Ja, en pak alles maar mee, we smetten dat alles toch weg. Meneer Steegmans, dag eerst. Ja, dag hè. Die naam, hè. Slot is geforceerd, hè? Chef. Wesley Schoenaars. Thanks wat ik je vindt. Dat is interessant, hè? Dat is niet van mij. Nee, tuurlijk niet. Dat is van mijn collega. Dwaze. Nee, dat is van de jury, oké? Okay? Dat lag nog in zijn kastje. Allee. Dat is niet alleen drugsbezit, maar ook nog diefstal. Zullen we nog even wachten? Dan kun je de moord op de jury ook ineens bekennen. Huh? Imo de Bruiker. Ja, oké. Okay. Is Van Innery? Nee, die is een verdachte aan het verhoren in de zaak Corneels. En heeft hem iets gelost? Oh. Maar niks dat samenhangt in ieder geval. Volgens mij zorgt die gast gewoon een goedkope manier om te scoren. Kleizakjes Pieter, daar doet er toch niks kwaad mee, hè? Allee, ik bedoel, voor een gewetensloze delinquent die geen respect heeft voor zijn lichaam, hè? Heeft het buurtonderzoek iets opgeleverd? Nee, iedereen is doof en blind. Ik probeer die nou een bakker aan de praat te krijgen, maar... Oké, okay, ja, dankjewel. Dag. Dat was het IMO-kantoor. Blijkbaar huurde Corneels een chalet in Bijsbroekbos. Dus die sleutel van in die lokker is waarschijnlijk daarvan, hè? Oké. Okay. Dan gaan we dat eens checken, hè. Tom, ga je bezig met die oude computer? Ik ben bezig, hè. Een minuutje. Zullen we elkaar nog eens kunnen zien tijdens lunch? Ja, dat kan wel. Oké, tot dan. Gewoon brol is dat ook. Zeg, jij in Smeekens, dat grapjes is goed de laatste tijd, hè? Ja, waarom? Nee, zomaar. Of is er misschien iets dat je moet weten? Lop, het is niet omdat je samen iets gaat drinken dat je ook samen in bed duikt. De gast van het IMO-kantoor zei dat Corneels dat voor 2 maanden gehuurd had. Een binnendeur met 4 sloten, dat klopt er iets niet. We sloten aan de buitenkant. Ja, Tom. Ja, zeg, ik heb hier prehistorisch een bak terug aan de praat gekregen. Dat is echt een moeite. Daarin staat een map met allemaal foto's van Francis Steegmans, die baas van de slachterij. Ja. En het is precies of dat die Corneels hier aan het stalken was of zo. Nee, Tom, hij was hem niet aan het stalken. Hij wilde hem ontvoeren. Ja, en dan? En je bent zeker? Ja, ja, is goed. Maar de... Hè? Oh. Nee, maar het is goed. Bedankt, Leo. Van Malen heeft verschillende vingerafdrukken gevonden in die chalet, maar... Geen enkel match met de database.
Goedemorgen. Hoofdinspecteur van Eén, lokale opsporingsdienst. Dat is mijn collega inspecteur De Maart. Goedemorgen. Is uw papa misschien thuis? Mijn papa? Nou, Francis Steegmans, die woont ook hier. Mijn man is thuis, ja. Thomas? Thomas, ga je mee naar de papa? Kom, schatje. Ga je mee? Hoeveel keer moet je hem nu nog zeggen? Godverdomme! Het is John, zijn zoon. En de vorige huwelijk? Nee, ik was 5 toen ik hem kreeg. Ah, dat lot. Verwijst. Ik heb gisteren toch al gezegd wat ik weet. Wij wilden u graag even onder vier ogen spreken. Meneer Steegmans, wij hebben zo vermoeden dat iemand u wilde ontvoeren. Ontvoeren? Wie dat? Jurie Corneels. Dat kan toch niet? Die is dood. En dat vinden wij toch wel heel toevallig. Wat wil de dame zeggen? Corneels werd neergeschoten met een jachtgeweer. En we hebben gezien dat u een vergunning hebt. En dan? 1 en 1 is 2, hè, meneer Steegmans? Ja, dat moet wel, want tot 3 kun je volgens mij niet tellen. Kijk, wij zouden dat jachtgeweer graag willen meenemen voor onderzoek. Dan kunnen we ineens bewijzen dat je niks mee te maken hebt. Je hebt juist niks mee. Bon, waar was u gisterochtend rond 10 uur, meneer Steegmans? Dat zijn uw zaken, niet, jongen. Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel maakt u het ons gemakkelijk, ofwel maken wij het u moeilijk. Ik denk dat we hier klaar zijn. Laat u zelf maar buiten, hè, man. Ik ben blij dat je voor optie 2 kiest. Rustig, vriendeke. Rustig, oké? Je kunt zelf ook meegaan. Begrijpen? Jean. Wacht nog. Jean. Ga naar binnen. En bel mijn advocaat. Klootzakken. De laatste keer. Waar waart jij gisterochtend? Zwijgen gaat u echt niet helpen, hè? Maakt je alleen maar verdachter. Chef, kun je even komen? We hebben een match gevonden met de vingerafdrukken in de chalet. Oeh, maar de Van Malen had daar toch niks gevonden? Ja, dan hadden we de afdrukken van Steegmans nog niet, hè? Hier, kijk. Het is niet waar. Dus Francis Steegmans is wel degelijk in die chalet geweest. Oké, ja. Dus Steegmans wist wel degelijk dat hem ontvoerd ging worden. Er is ook minder goed nieuws, hè. Zonder huls zijn we met dat jachtgeweer niks. Hagel kan niet aan een bepaald wapen gelinkt worden. Nou. Dus als Steegmans blijft ontkennen, dan hebben we getuigen nodig. Zo simpel is dat. Wij kunnen nog wel eens bij de buren langs gaan, maar deze keer wel met de foto. Nou, goed. Ja, prima. Neem de Robman mee. Ja, ik heb een afspraak. Ah, dat ziet er niet slecht uit. Dank je wel. Dat jij geen biefstuk neemt. Mijn goesting is voorlopig over. Hoe is het met de kinderen? Goed, hè? En alleen zijn? Dat allemaal gewoon? Dat is nu wel al een tijdje bezig, hè? Dat is waar. Je hebt waarschijnlijk vrienden die af en toe eens langskomen, hè? Dat gebeurt, ja. Ivo van Brugge, heb je daar nog contact mee? Eindelijk.
Daar heb je ook een serieuze omweg moeten van maken, hè? Je weet dat hem deze week vervroegd vrijkomt. Ja. Heeft het mezelf gezegd? Dus ik heb regelmatig contact met hem. Oh, regelmatig? Wat is regelmatig? Luister, Pieter. Je weet dat ik me nooit bemoei met het privéleven van mijn mensen, maar... Commissaris, niet doen. Jawel, Pieter, ik kan het wel doen. Ivo Verbrugge is de veroordeelde moordenaar. Die zijn straf heeft uitgezeten, ja? Dat weet ik. En het is voor mij ook geen enkel probleem als ik hem regelmatig nog zou ontmoeten. Maar ik garandeer u dat er mensen zijn die daar anders over denken. Commissaris, kortzichtige mensen zullen er altijd zijn. Wat ik mij afvraag is wie dat jij gaat gelijk geven als zover is. Ja. Nou weet ik genoeg. Sorry. Pieter, alsjeblieft. Mijn honger is over. Nee, spijt me. Dus u heeft deze man echt niet gezien? Nee, absoluut niet. Denk nog eens goed na. Nee, sorry. Oké, bedankt. Hier? Nee. Meneer, we hebben dringend versterking nodig op de derde verdieping. Die vrouw hier heeft een dodelijke stinkbuil. Ja, dat is niet te doen, man. Smeekert, onnozelaar. Jelle. Zeg maar, die Jelle die hangt de laatste tijd echt wel aan die lippen, hè? Ja, dat is mijn natuurlijke charme. Dat is onweerstaanbaar voor de vrouw. Nou, volgens mij gaat dat niet lang duren voordat jij die twee gezellig lepeltje gaat leggen. Denk je dat? Natuurlijk. Ja, ik voel wel dat ze mij sympathiek vindt, ja, man. Maar wel? Dan is nu het moment om in actie te komen, hè, Tom? Maar kom maar op, ik kan dat toch niet, alleen. Vriendeke, zij heeft al 90% van de weg afgelegd, hè? Die laatste 10% die zullen zelf moeten afleggen, hoor. Ja? Gek wordt van die muziek, hè? Nee, maar ja, wacht tot je zijn onderbroek hebt gezien. Ah, hier ze, mijn vrienden van de police. Sorry voor het storen, maar we zouden u toch nog eens willen vragen of u deze man intussen niet gezien heeft. Zijn er daar zeker van? Natuurlijk. Er is wel iets anders dat ik gisteren ben vergeten te zeggen. Mijn buurman, die stond hier vorige week ineens voor mijn deur. Met een camera. Of hem een filmpje op dvd mocht branden. Met zijn computer ging dat niet. Kunnen wij dat filmpje eens zien? Wel, dat vraag ik mij nu ook af, zeg. Ja, ik heb zelf ook al proberen om te kijken, maar het ging niet. Ik denk dat hij het gewist heeft. Zeg maar, als scholen. Ja, denk ik eigenlijk ook wel benieuwd, hè? Cornelis wil de Steegmans helemaal niet ontvoeren. Hij had hem al ontvoerd. De vraag is, waarom heeft Steegmans dat verzwegen? Genoeg. Genoeg. Nee, bekijk het nog maar eens goed, want je wordt het blijkbaar vergeten. Doe dat weg, godverdomme! Rustig, jongen, rustig, rustig. Deze vind ik plezant, hè. Deze vind ik plezant, jongen! Ga zitten. Ik zeg het al aan mijn pakjes. Ga zitten. Waarom heb jij je ontvoering tegen ons verzwegen? Zijn zaken niet. Wel, als de persoon die het gedaan heeft dood wordt teruggevonden, hè? Ik mocht niks zeggen. Anders zouden ze terugkomen. Maar dan voor mijn familie. Zo? Zo?
Niels was dus blijkbaar niet alleen. Nee. Met die ander heb ik nooit echt gezien. Francis was die nacht niet komen slapen. Het gebeurde wel vaker dat hij in de zetel in slaap viel. Als ik opstond, was hij nergens te bespeuren. Het alarm stond af, dus ik dacht dat hij al vertrokken was. S'avonds was hij dan te laat voor het eten. En ik was kwaad dat hij niks had laten weten. Ik heb hem gebeld, maar het was voicemail. Ik heb hem echt een minuut lang uitgescholden. En de volgende morgen vond ik dan de dvd in de brievenbus. En wanneer was dat precies? 8 dagen geleden. Ze hebben hem gefolterd. Het was echt verschrikkelijk. En dan hebben die ontvoerders gebeld. Ja. Cornelis wou tegen het einde van de week 200.000 euro. Of hij zou Francis vermoorden. Lisbeth zei dat 5 dagen geduurde. Maar het leek veel langer. Het was er donker. Koud. Af en toe smeten ze een stuk rauw vlees naar binnen. Alsof dat een hond was. Alsof dat een hond was! Godverdomme! Maar dat was het ergste niet. Dus ik wou natuurlijk geen enkel risico pakken. Ik ben dezelfde dag nog het geld gaan afhalen. En stelden ze geen vragen bij de bank? Ja, het is niet dat ik langs het loket moest. En toen? Hoe is dan die transactie verlopen? Het geld moest in een waterdichte zak afgeleverd worden. In een wasseret in Sint-Andries. We moesten in een derde machine stoppen en weglopen. En we? Wie zijn we? Sean. Hij wou eerst in mijn plaats gaan, maar ik vond het te gevaarlijk, dus we hebben dat uiteindelijk samen gedaan. Sorry. En toen kwamen ze me halen. Ik wilde niet mee. Ik dacht dat het met mij gedaan was. Ze hebben een urke rondgereden en me toen uit de camionet gesmeten. Mijn ogen piekten van het licht. Pas na een minuut of twee zag ik dat ik in mijn eigen straat stond. Mijn Thomas was in een hof aan het spelen. Hij herkende mij niet. Hij herkende mij niet. Nee, Steegmans, het spijt me maar. Ik zal de vraag toch nog eens moeten stellen. Waar was je gisterochtend rond 10 uur? In Gent. In een restaurant. De Wolfgang. Wij leverden daar de ribbekjes. Ik moest met de eigenaar nog een diamant deal sluiten voor volgend jaar. Flikken zeker. Kom ons nog wel lastig vallen, ja? We komen gewoon een paar vragen stellen over die ontvoering. Wat heb jij gezegd? Ze wisten nou alles, John. Kijk, dit is een privézaak, oké? Okay? We willen niet dat je dit onderzoekt. Ik vrees dat jij daar niet veel over te zeggen hebt. Je had je bakkes moeten houden, Trut.
Kijk, als er iets is, je kunt ons altijd bellen, hè. Oké, alles op een rij. Francis Steegmans. Heeft een motief. Ja. Heeft een wapen. En heeft gezwegen over zijn ontvoering. Hij heeft ook wel een alibi, hè. In de Wolfgang waren ze er niet echt blij mee, maar ze hebben toch bevestigd dat hij daar was. Piste nummer 2, de handlanger. 200.000 euro, er zijn er al voor minder neergelegd. Ze krijgen ruzie en het loopt uit de hand. Dus de vraag van 1 miljoen is, met wie heeft Cornelis die ontvoering gepland? Van waaruit werd die familie gebeld? Telefooncel aan het station. Dus in feite is dat filmpje ons enig spoor. Ik ben ermee bezig, chef. Het zal nog even duren. Wat denkt de mannen? Liggen we er een blok op voor vandaag? Ik kan nog even doorwerken. Ik wil eens weten met wat voor volk Cornelis omging. Oké. Morgen, hè. Jo. Pst. Morgen, hè. Chef. Chef, wat moest commissaris De Kee vanmiddag eigenlijk hebben? Gewoon wat administratief gedoe. Zeg, die Cornelis, had hij een tatoeage? Ja, ik denk het wel zelf. Ja, op zijn rechterarm. Dat is wel iets raar. Is dat Vishnu of wat? Nee. Sentimani. Het zijn de 50 koppige en 100 armige reuzen. Nog nooit van gehoord. Die zijn geboren uit de Griekse godin Gaia. Gaia? En die Sentimani die hebben de titanen verslagen door daar met gigantische rotsen op te gooien. De zonen van Gaia. En jij denkt aan die gasten aan de poort van het slachthuis. You read my mind, baby. En hier is de site van het APF. Hupla. Wow, dat wil zeggen dat Cornelis een milieuactivist was. Dat verandert wel alles, hè. Goed bezig, man. Oh, sorry. Wat was dat? Oh, ik dacht dat jij dat wou, sorry. En waarom zou ik dat willen? Ik weet het niet. Oh, sorry. Jelle, ik had dat niet mogen doen. Ik weet niet wat mij bezielde. Dat kwam in... Oh. Oké, okay, ça va. Het is niet erg. Er is vooral niks gebeurd. Oké? Okay? Dag. Verdomme. Noza. Wat een lunt is dat toch? Ja. En blijkt nu dat het APF vorig jaar al verdacht werd van 2 brandstichtingen. In een kippen- en in een varkenskwekerij. Maar de zaak werd geseponeerd bij gebrek aan bewijzen. En nog maar een paar maanden geleden zouden ze een dierentransporteur met de dood hebben bedreigd. En die zaak moet naar voren komen. Allee, die mannen zijn dus niet bang om hun handen vuil te maken. Nee. En het zou die stroomstok kunnen verklaren. Om Steegmans te laten voelen wat hij zijn dieren aandoet. Kom. Marijke Lierman? Ja? Wij hebben een machtiging tot huiszoeking. Ja. Kom maar aan. Dat is niet van mij. Nee, dat klopt, nee. Dat is van de familie Steegmans. Maar je mag me wel eens uitleggen hoe dat onder de vloerisolatie van uw zolder is terechtgekomen. We weten ondertussen dat Juri Cornelis bij het APF zat. Het APF heeft hier niets mee te maken. Nee? Wat is er gebeurd dan?
Zijn ze solo gegaan of wat? Nee. Jury is solo gegaan. Hoe komt dat geld dan bij u terecht? We waren met een zaak bezig tegen de West-Vlaanders Meetgroep. Jury zou undercover gaan om beelden te verzamelen van de verschrikkelijke manier waarop ze daar dieren behandelen. Maar hij bleef het leveren van die beelden maar uitstellen en ik vertrouwde dat niet. Ik dacht dat hij een deal had gesloten met Steegmans. En dus ben ik hem op een keer gevolgd. En zo kwam ik erachter dat Jury Steegmans had ontvoerd. En wat heb je toen gedaan? Ik heb hem een ultimatum gesteld. Het geld was voor het APF of ik zou naar de politie gaan. En toen hij weigerde, heb je hem neergeschoten en het geld meegepikt? Maar nee! Jury heeft mij dat geld gewoon gegeven. Ja, wat u dus medeplichtig maakt aan een misdrijf, hè? Weet u wat een misdrijf is? Dieren levend aan een haak hangen en ze zonder verdoving in stukken snijden, dat is een misdrijf. Mevrouw Lierman, alstublieft, kunnen we bij de zaak blijven? Dat zou de zaak moeten zijn. Wat moest ik doen? Steegmans was al ontvoerd en wij konden het geld echt goed gebruiken. 150.000 euro. Daar kan het APF een paar jaar mee verder. Juffrouwke. De familie Steegmans heeft 200.000 euro gegeven, ja? Waar is de rest? Nou, zijn maat zeker. Hij deed dat niet alleen, hè? En kent je ook de naam van die maat? Nee. Maar ik weet wel dat hij ook voor Steegmans werkt. Smeekjes, het adres van Wesley Schoenaars, nu. Die een junk? Waarom? Omdat hij die lokken van Corneels niet heeft opengebroken voor drugs. Ja, als er al drugs lagen, hè. Waarschijnlijk was hij op zoek naar een sleutel van die chalet om de sporen van die ontvoering te wissen. Hij heeft gewoon de tijd niet gekregen omdat wij er net aankwamen. Hippolyte van Penenstraat nummer 10. Zal ik meegaan? Nee, jullie blijven hier. En zoek die alles op als je wat die schoenaars kunt vinden. Zal ik dan eens even kijken of die een strafblad heeft of zo? De rest doen, hè. Jongens. Als ik 50.000 euro had, hè, ik zou rap maken dat ik weg was, hoor. Kijk, hoort je dat? Kom van boven. Hij reageert goed op de naloxone, dus dat komt wel goed. Zou ik hem een paar vragen kunnen stellen? Niet te lang. Voilà. Wesley. Ja. Hoofdinspecteur Van Nien. Die ontvoering van Steegmans. Dit hebben wij bij u thuis gevonden. Steegmans werd gefolterd met dit soort stroomstok. Wat is er gebeurd, Wesley? Heeft Corneels u bedrogen en hebt u hem daarom neergeschoten? Ik heb mijn geld gehad. Ja, maar lijkt me wel niet eerlijk. Hij, 150.000 euro en jij kreeg maar 50.000 euro. Je snapt het niet, hè? Wat is er dan gebeurd, Wesley? Huh? Heb je geen opdracht gewerkt? Nee.
Voor wie, Wesley? Voor wie? Dat weet ik niet. Iemand die onder de code van het alarm geeft. Dus Corneels en Schoenaars ontvoeren Francis Steegmans in opdracht. En de opdrachtgever heeft de code van het alarm. Dan moet het een inside job geweest zijn, dat kan niet anders. Sean. Nou, de manier waarop hij zich opdrong tijdens die geldoverdracht, hij zou het allemaal wel alleen doen, hè? Daarom dat hij die 100.000 euro uit de zak wilde halen, natuurlijk. Alleen had hij de pech dat zijn stiefmoeder mee naar de wasseretten ging. En hij kon zijn plan niet uitvoeren. En Cornelis kreeg de volle pot. Alleen toen Sean zijn deel kwam opeisen, was het al verdwenen. Ja, omdat Marijke Lierman ermee weg was. Ja. We vergeten één ding, man. Sean had toch geen motief? Die had toch geld genoeg? Heb je eens gezien hoe die vader met hem omgaat? Ja. Kleine jongens die kunnen onder de knoet houden, chef. Maar kleine jongens die worden groot en die gaan terugslaan. Misschien, ja. Misschien. Ik zei toch dat ik niks gedaan heb. Niks waarvoor ik je kan vasthouden in ieder geval. Kom, ik zal u een lift geven. Gaat het? Als er iemand meemaakt wat jij hebt meegemaakt, hè, het kan zijn dat er na een tijd klachten komen. Kun je niet meer slapen? Ze zijn extreem prikkelbaar. Nee, als je wilt, dan kan ik u in contact brengen met slachtofferhulp. Hè. Ik heb geen hulp nodig. Dat is ook geen schande, hè, vriend? 2 jaar geleden is mij eigenlijk hetzelfde gebeurd. Een of andere zot die zich op mij wilde wreken. Dan is het verkeerd afgelopen. Ik heb toen dagen tussen leven en dood gezweefd. Letterlijk, hè, gezweefd, want ik wist er niks meer van. Maar achteraf... In het begin houd u sterk. Tot dat niet meer gaat, hè. Ik heb daar toen ook met niemand over gesproken, maar ik had dat beter wel gedaan. Ik zou u dat toch willen aanraden. Heeft u de moordenaar al gevonden? Nog niet, nee. Maar we zitten dicht bij een doorbraak in de ontvoeringszaak. Er zijn aanwijzingen dat er een opdrachtgever in spel is. Pablief? Ja. U begrijpt dat ik in het belang van het onderzoek niet te veel details kan prijsgeven, maar de Computer Crime Unit is dat filmpje op die dvd aan het analyseren. En we hebben er goede hoop in dat ons naar de tweede ontvoerder gaat leiden. En eens we die te pakken hebben, ja, dan is het een kwestie van tijd voor hij ons naar de opdrachtgever brengt. Hè? Dat is goed nieuws, hè? Ja, absoluut, ja. Een prettige dag verder. Lekker. Steegmans die boert goed, denk ik. Ik moet zien wat een kot dat is, jong. Mm-hmm. Denk jij dat het gaat lukken? Hij moet iets doen, hè. Ik gok erop dat Sean gaat vluchten. Oh, jij ook? Oh ja, graag. Ja. Wacht. Smeek eens alsjeblieft niet opnieuw, hè. Hey, ik pak gewoon een suikerke. Hier lagen nog suikertjes van de McDonald's. Ça va? Oké, ça va. Het is allemaal de schuld van de maagd, hè. Wat heeft de maagd daarmee te maken? Zonder hem zou dat nooit gebeurd zijn. Wat bedoelt je?
De maagd zei tegen mij dat jij mij wel zag zitten. En dat nu tijd was om een kans te wagen en bla 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 bla. Echt waar, onnozelaars. Hoe wil je daarmee zeggen dat hem ongelijk heeft? Oh, pas op, pas op, pas op, pas op. Van schoen uit. John, leg de wapen neer. Godverdomme. Wapen neer! Neer, nu! In het begin was het allemaal tof en spannend. Je was sterk. Hij verwende mij, nam me mee naar plaatsen die ik nog nooit had gezien. Ik was echt verliefd. Ik zou alles voor Francis gedaan hebben. John heeft dat nooit geklikt, maar ik dacht dat hij toch rap het huis uit zou zijn. Ik was fout. Hij en zijn vader, dat zijn twee druppels water. En ze begonnen ook Thomas te beïnvloeden. Wat moest ik doen? Ik kon het toch niet zomaar laten passeren. Ik kon toch niet zomaar toekijken hoe mijn kind wordt verpest. Je kon toch scheiden? Dat ging niet. We zijn met een contract getrouwd. Hij had al genoeg moeten betalen bij zijn vorig huwelijk, zei hij. Bij een scheiding zou ik niks krijgen. Ik weet wat het is om niks te hebben. Ik heb gezien waar mijn broers terechtgekomen zijn en dat voor Thomas. Vergeet het. Dus jij plant die ontvoering om met de 100.000 euro een nieuw leven te kopen voor u en Thomas. Maar Sean heeft er anders over beslist, hoor. Meten kan ik die wasseret. Eerst was ik echt in paniek, maar ik dacht, daarna zoek ik gewoon Cornelis op. Ik vraag mijn deel terug. Maar dat was ze niet meer. Ik geloofde hem niet. Ik dacht dat hij alles voor zichzelf wou houden. Ik werd echt kwaad. Niet meer aan het lachen, Cornelis. Waar is het geld? Waar is het geld, vraag ik u? Weet het niet. Waar is het geld, Cornelis? Fuck. Oh. Fuckers. Ik had het echt gehad. Ik ben dan naar huis gegaan. Ik heb het jachtgeweer gepakt. Ik dacht dat het moeilijk ging zijn.
eigenlijk lucht het op. Als je mij nog één keer zoiets slaapt zoals dat je doet met Smeekes, dan gaat er godverdomme niet goed van zijn. Allee. GSM. Notitieboekje. Leeg. Pakske chique, portefeuille, 20 euro, sigaren. Amai, heb je een krot? En een zwarte muts. Heb jij een taxi in me, Ivo? Ja, ben na de school. Bel de Marianne. Kameraad. Ja, ik kon u toch geen taxi laten pakken. Dat is sympathiek. En weet u nu al waar je vannacht gaat slapen? Paar jaar. Dan kom je maar bij mij, hè? Dan is dat geregeld. Maar nee, Pieter. Nee, ik sta erop. Is dat wel een goed idee? Ik zou niet weten waarom niet. Hey, kom, stap in. Die je hebt aangericht, niet meer moeten aanzien. Ah, hé? Nee, dan zou je nog leven, want die boom heeft zijn val gebroken. Oh. Maar dat is minstens 4 verdiepingen hoog. Ja, maar vanin, deze mens is niet gestorven ten gevolge van die val. Maar wat dan wel? Ik zal u dat laten zien. Ik had het al gezien van toen hij nog in de boom hing. En welk kaliber, denk je? Hagel. En van dichtbij afgevuurd. Dus we zoeken een jachtgeweer? Zoiets, ja. Wanneer heeft dat meisje de 100 opgebeld? 12:30, zoiets. Dus we zoeken een moordenaar die op klaarlichte dag in een appartement met een jachtgeweer iemand neerschiet. Je moet wat durven. Dank, Leo. Yep.
kan er alsjeblieft iemand hiernaast dat kabaal gaan afzetten? Want... Ik zou wel gaan. Ze is dat gewoon. Ze woont boven iemand die een drumstel heeft. Ze had haar dat niet gezegd toen ze haar huurcontract ondertekende. En hoe weet jij dat misschien? Ze heeft me dat verteld. We zijn gisteren iets klein gaan drinken samen. Ah, eindelijk. Bon, wat weten we al? Joeri Corneels, 29 jaar, werkt in het slachthuis West Flanders Meat Group hier in Brugge. Geen sporen van inbraak? Nee, dan zou je nog leven, want die boom heeft zijn val gebroken. Oh, maar dat is minstens 4 verdiepingen hoog. Ja, maar van in deze mens is niet gestorven ten gevolge van die val. Maar wat dan wel? Ik zal u dat laten zien. Ik had het al gezien van toen hij nog in de boom hing. En welk kaliber denk je? Hagel. En van dichtbij afgevuurd. Dus we zoeken een jachtgeweer? Zoiets, ja. Wanneer heeft dat meisje de 100 opgebeld? 12:30, zoiets. Dus we zoeken een moordenaar die op klaarlichte dag in een appartement met een jachtgeweer iemand neerschiet. Je moet wat durven. Hè. Dank, Leo. Yep. Alsjeblieft iemand hiernaast dat kabaal gaan afzetten, want... Ik zou wel gaan. Ze is dat gewoon. Ze woont boven iemand die een drumstel heeft. Ze had haar dat niet gezegd toen ze haar huurcontract ondertekende. En hoe weet jij dat misschien? Ze heeft me dat verteld. We zijn gisteren iets klein gaan drinken samen. Ah, eindelijk. Bon, wat weten we al? Joeri Corneels, 29 jaar, werkt in het slachthuis West Flanders Meat Group hier in Brugge. Geen sporen van inbraak? Zeg, en die balkondeur die stond open? Ja. Dus waarschijnlijk moet Corneels daar ergens gestaan hebben toen hij werd neergeschoten. Ja, met zijn rug naar de schutter. Misschien wilde hij vluchten. Ja. En door de inslag van de hagel is hij dan over de balustrade gevlogen. Geen lege huls gevonden? Nee. Hm. Het ziet er niet uit als roofmoord, hè? Maar had die vent een vrouw, een vriendin? Niets gevonden dat daarop wijst. Oh, het is niet waar. Jongens, misschien is het gewoon een uit de hand gelopen ruzie, hè? Geen sporen van geweld. Dus eigenlijk weten we niks. Nee, eigenlijk niet. Nee. Jullie zoeken niet verder. Ik wil weten wat ze tegenwoordig voor een half varken vragen. Kom. Ik zeg u dat die dieren hier op een beestachtige manier worden behandeld. 1 op de 10 koeien wordt niet of nauwelijks verdoofd. Dat kan toch niet? Stop de herm nu! Stop de herm nu! Stop de herm nu! Stop de herm nu! Stop terreur 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 nu! Francis Steegmans? Politie zeker. Hoofdinspecteur. Met een broos van achter. Had ik juist een paar dagen verlof genomen, staan die klootzakken van het APF weer van boord. Het is hier al tama. Zeg, een APF, hè? Waar staat het eigenlijk voor? Animal Protection Front. Bende groene idioten. Hé, je ziet toch zelf dat wij hier niks illegaals doen? Ja, er gaan een paar beesten dood. Hoe denkt je anders dat die stek op je bord komt? Bo.
We zullen nog maar eens klachten indienen, zeker, hè? Meneer Steegmans, u vergist zich, hoor. Dat is een misverstand, hè. Wij zijn hier niet voor de betogers, hè. Wij zijn van de LOD. Lotbegot? Ja. Ik vrees dat wij slecht nieuws hebben voor u. Een van uw arbeiders is vanmorgen gevonden, vermoord. Juri Corneels. De Juri? Godverdomme. Ja. Wanneer hebt u hem eigenlijk voor het laatst gezien? Oh, dat weet ik niet. Ik heb wel gehoord dat hem het hier gisteren is afgetrapt. Wat is er dan gebeurd? Ik was er niet bij, hè, maar... Nat Gent heeft hem zijn slagersmes opzij gezweet en is naar buiten gelopen. Ineens, zonder zijn lokken leeg te maken of iets. En u weet niet waarom? Nee. Ja, het is te zeggen. Ik wist wel dat je hier niet met zijn volle goesting werkte. Hè. Luistert, je begint niet te slachten omdat je dat plezant vindt. Hè. Ja, soms zijn er mensen voor wie dat gewoon echt niet gaat. En dat jullie persoonlijke problemen waar u weet van had? Jongen, ik stel geen vragen, want het antwoord kan me toch geen klote schelen. Oh, u sprak over een lokker die hij niet leeggemaakt had. Zouden we die even kunnen zien? Ja, doe. Volg maar. Ja, doe dat maar. Ja, en pak alles maar mee, we smijten dat alles toch weg. Meneer Steegmans, dag eerst. Ja, dag, hè. Die naam, hè. Het slot is geforceerd, hè? Chef. Wie wil haar gaan steken? Hé! Wesley Schoenaars. Thanks, wat je vindt. Dat is interessant, hè? Dat is niet van mij. Nee, tuurlijk niet. Dat is van mijn collega. Dwaze. Nee, dat is van de Juri, oké? Okay? Dat lag nog in zijn kastje. Ah, nee. Dat is niet alleen drugsbezit, maar ook nog diefstal. Zullen we nog even wachten? Dan kun je de moord op de Juri ook ineens bekennen. Huh? Imo de Bruiker. Ja, oké. Okay. Is Van Innerie? Nee, die is een verdachte aan het verhoren in de zaak Corneels. En heeft hem iets gelost? Maar niks dat samenhangt in ieder geval. Volgens mij zorgt die gast gewoon een goedkope manier om te scoren. Kleizaks gespied, daar doet er toch niks kwaad mee, hè? Allee, ik bedoel voor een gewetensloze delinquent die geen respect heeft voor zijn lichaam, hè? Heeft het buurtonderzoek iets opgeleverd? Nee, iedereen is doof en blind. Ik probeer hier nou een bakker aan de praat te krijgen, maar... Oké, ja, dankjewel. Dag. Dat was het IMO-kantoor. Blijkbaar huurde Corneels een chalet in Bijsbroek Bos. Dus die sleutel van in die lokker is waarschijnlijk daarvan, hè? Oké. Okay. Dan gaan we dat eens checken, hè? Tom, ga je bezig met die oude computer? Ik ben bezig, hè? Van in. Eén minuutje. Zullen we elkaar morgen eens kunnen zien tijdens de lunch? Ja, dat kan wel. Oké. Tot dan. Brol is dat ook. Zeg, jij in Smeekens, dat grappig is goed de laatste tijd, hè? Ja, waarom? Nee, zomaar. Of is het misschien iets dat je het weten? Rob, het is niet omdat je samen iets gaat drinken dat je ook samen in bed duikt. De gast van het IMO-kantoor zei dat Corneels dat voor 2 maanden gehuurd had. Een
binnendeur met vier sloten. Dat klopt er iets niet. Sloten aan de buitenkant. Ja, Tom. Ja, zeg, ik heb hier prehistorische bak terug aan de praat gekregen. Dat is echt een moeite. Daarin staat een map met allemaal foto's van Francis Steegmans, die baas van de slachterij. Ja. En het is precies of dat die Cornelis aan het stalken was of zo. Nee, Tom, hij was hem niet aan het stalken. Hij wilde hem ontvoeren. Ja, en dan? En je bent zeker? Ja, ja, is goed. Maar de, hè? Oh. Nee, nee, maar het is goed. Bedankt, Leo. Van Malen heeft verschillende vingerafdrukken gevonden in die chalet, maar geen enkel match met de database. Ah. Hoofdinspecteur van Nien, lokale opsporingsdienst. Dat is mijn collega inspecteur De Maart. Goedemorgen. Is uw papa misschien thuis? Mijn papa? Nou, Francis Steegmans, die woont ook hier. Mijn man is thuis, ja. Thomas? Thomas, ga je mee naar de papa? Kom, schatje. Gaan jullie mee? Voor uw gerief. Hoeveel keer moet dat nu nog zeggen? Godverdomme! Het is John, zijn zoon. En de vorige uur? Nee, ik was 5 toen ik hem kreeg. Ah, dat lot. Verwijst. Ik heb gisteren toch al gezegd wat ik weet. Wij wilden u graag even onder vier ogen spreken. Meneer Steegmans, wij hebben zo vermoeden dat iemand u wilde ontvoeren. Ontvoeren? Wie dat? Jury Cornelis. Dat kan toch niet? Die is dood. En dat vinden wij toch wel heel toevallig. Wat wil dame zeggen? Cornelis werd neergeschoten met een jachtgeweer. En wij hebben gezien dat u een vergunning hebt. En dan? 1 en 1 is 2, hè, meneer Steegmans? Ja, dat moet wel, want tot 3 kunnen jij volgens mij niet tellen. Kijk, wij zouden dat jachtgeweer graag willen meenemen voor onderzoek. Dan kunnen we ineens bewijzen dat je niks mee te maken hebt. Jij hebt juist niks mee. Bon, waar was u gisterochtend rond 10 uur, meneer Steegmans? Dat zijn uw zaken niet, jongen. Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel maakt u het ons gemakkelijk, ofwel maken wij het u moeilijk. Ik denk dat we hier klaar zijn. Laat u zelf maar buiten, man. Ik ben blij dat je voor optie 2 kiest. Rustig, vriendeke. Rustig, oké. Je kunt zelf ook meegaan. Wat een hype. Jean, wat een Jean. Ga naar binnen. En bel mijn advocaat. Klootzakken. De laatste keer. Waar waart jij gisterochtend? Zwijgen gaat u echt niet helpen, hè? Maakt je alleen maar verdachter. Chef, kun je even komen? We hebben een match gevonden met de vingerafdrukken in de chalet. Oeh, maar de Van Malen had daar toch niks gevonden? Ja, dan hadden we de afdrukken van Steegmans nog niet, hè?
Hier, kijk. Het is niet waar. Dus Francis Steegmans is wel degelijk in die chalet geweest. Oké, ja. Dus Steegmans wist wel degelijk dat hem ontvoerd ging worden. Er is ook minder goed nieuws, hè. Zonder Huls zijn we met dat jachtgeweer niks. Hago kan niet aan een bepaald wapen gelinkt worden. Nou. Dus als Steegmans blijft ontkennen, dan hebben we getuigen nodig. Zo simpel is dat. Wij kunnen nog wel eens bij de buren langs gaan, maar deze keer wel met de foto. Nou, goed. Ja, prima. Neem de Robman mee. Ja, ik heb een afspraak. Ah, dat ziet er niet slecht uit. Dankjewel. Dat jij geen biefstuk neemt. Mijn goesting is voorlopig over. Hoe is het met de kinderen? Goed, hè? En het alleen zijn? Het allemaal gewoon? Dat is nu wel al een tijdje bezig, hè? Dat is waar.